Je team kwam heel goed in de game, maar Joost United had wel een goede bounce back. Ja, nou ja, wij kwamen eigenlijk niet goed in de game. De eerste 5 minuten waren stroef. Ja, dat klopt. Ja. Ik zou zeggen dat de 15 minuten daarna, dus de laatste 15 minuten van de eerste helft, waren goed van onze kant. Ik denk ook dat de eerste 5 minuten van de tweede helft redelijk waren. Daarna gebeuren 2 dingen. Joost United heeft natuurlijk een goed team. Ik denk geen geheim, undersized. Ze zijn kleiner dan wij zijn. Waren agressief op de bal en forceerden veel turnovers. Dat is 2 kanten. Dat is geforceerd door Joost United, maar wij gingen ook een beetje onzorgvuldig om met de bal. Nou, dat duurde een goede 10 minuten, denk ik. En dan stond Joost voor. Aan het einde moet ik dan toch een aantal starters terugbrengen. Om de wedstrijd met een grote W in de bus mee naar huis te nemen. En ja. Dat is een kwaliteit van Joost United, special. Maar Geert, ook even, Joost United kwam natuurlijk heel goed terug. Je liet heel lang je time-outs op zak. Die hield je heel lang op zak. Ja, oh, net gaan vragen inderdaad. Dan maak je het bord in je hand. Nou ja, oké, okay, goed. Ik heb wel meerdere wedstrijden gedaan zonder enige time-out. Dat is waar. Het is natuurlijk zo dat ik er sowieso 5 heb als coach of vaak ze neemt. Ja, ja, ja. Ik ja. ook wat melden. Ik vind ook dat vooral het begin van het seizoen, dat spelers zelf dingen op moeten lossen. En wij hebben zeker een groep die dat kan. Het duurde vandaag wel iets wat lang. Ja. Ik denk ook dat je, wat er gebeurde natuurlijk in het tweede kwart, wat je ook zei, jullie goede tweede kwart in dat opzicht. Met name buit je eigenlijk het lengteoverwicht van Joost, of het lengteoverwicht van Leiden tegenover United buit je uit. En in de crunch time lijkt je dat een beetje kwijt. Jongens, ben je aan de buitenkant? Nee, maar oké, het is een, zoals je weet, basketbal is allerlei dynamische interacties. Die schaken is het net, hè? Ja. En eentje daarvan is de beslissingen die ik neem als coach om kleiner te gaan spelen ook. We hebben een goede, denk ik, 8 minuten ook klein gespeeld. En soms werkt dat, vandaag werkte dat niet. Het is niet zozeer die kleinere spelers die we normaal nu speelden op de posities, normaal door grotere spelers bezet zijn. Het was tegelijkertijd, en dat bedoel ik met meerdere dingen die tegelijk spelen, dat was tegelijkertijd dat heel parallel met die 8 minuten, 10 minuten waar wij veel turnovers hadden. Als je kleiner gaat spelen, denk je dat je wat meer balcontrole hebt. Dat gebeurde dus niet. We hadden ook geen lengteoverwicht. Maar nogmaals, dat is allemaal van ons perspectief gerekend. Joost United was super agressief op de bal. Voor de middenlijn al. En forceerde ook veel dingen. Geert, jij hebt natuurlijk zelf als speler ook een verleden in die grote competitie in Amerika. Daar is natuurlijk niet te vergelijken met wat hier in Nederland gebeurt qua beleving. Maar ja, na 1,5 seizoen moet het jou toch ook als Gelderse basketballer wel goed doen dat het hier begint te leven ook, hè? Nou, kijk, ik kan je nauwelijks verstaan. Dat komt door de muziek achter ons. Sorry. Dat is een beetje NBA-achtig. Ja. Nee, oké, okay, je refereerde naar die grote league in de Verenigde Staten. Dus dat is iets gemeen. Het is natuurlijk kleinerschalig, maar wat hier gebouwd is, heeft een soort arena-gevoel. Het is jammer, pardon? Zo noemen we hem ook. Oh, echt, ja? Ja. De Schaafskooi Arena. De Sportarena. Ja. Het is jammer. Natuurlijk ben ik blij dat we vandaag gespeeld hebben met een gewonnen wedstrijd naar huis gaan. Ik had graag hier misschien 2 dagen later gespeeld met een volle hal. Ja. Ik neem aan dat het dan hier heel luid is. Ja. Nou, heb je het al mee mogen maken hier dit jaar? Nee, nog niet. Het is elke keer Keer met beperken, maar goed. Dus volgende wedstrijd mag dat wel, toch? Ja, tegen Landsteden mogen we weer volle bak. Ja, dus dat zou de eerste kunnen zijn en daarna in de Elite Silver. Volle bak hier. Ja, absoluut. Moeten we zorgen dat we in de play-offs tegen jullie komen. Ja. Kan dat? Ja, dat kan. Ja, dat kan zeker, ja. Oh, ja. Okay. Okay, dan kan ik misschien nog meemaken. Okay. We kijken ernaar uit om je weer terug te zien. Heel veel succes in de Eurocup, in natuurlijk de Silver, of in de Elite Gold. Sorry, moet ik het wel goed zeggen. En hopelijk zien we elkaar weer terug of in Leiden of hier. Gaan we misschien doen. Hopelijk, misschien in de play-offs. Jullie ook complimenten. Niet alleen de announcements die jij doet tijdens de wedstrijd, goed, maar ook dit interview, zeer vriendelijk. Dankjewel. Dat is het eerste compliment dat je van mij krijgt. Ja, en de laatste denk ik. Okay.